Een historische dag vandaag, want vechtmachine Badr Hari gaat voor het eerst weer de ring in. Onze ministers zijn ongetwijfeld door het dolle heen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al weer te zien? Ja, nou, dat is heel insgelijks. Bent u er al klaar voor? Dat hangt er vanaf wat u hierna gaat vragen. Onze legende, kickboxheld Badr Hari gaat vandaag weer de ring in. Ja, maar ik dacht niet hier. Oké. Dat is, ik las iets in de krant. Serieus? Oh ja, dat heb ik gelezen, ja. Nou, ik wens hem veel succes. Dan hoop ik dat het een eerlijk gevecht wordt. Ja, bent u daar bang voor dat het niet zo is? Nou ja, het zijn altijd bijzondere gevechten die zich daar afspelen. Is het niet apart dat iemand die nog steeds verdacht is van een poging tot doodslag, dat hij wel gewoon weer mag vechten in een ring? Nou ja, hij is in afwachting van zijn zaak, mag hij dat doen? Ja. Als een slager verdacht wordt van het iemand doodsteken, mag hij tot hij veroordeeld is, zolang die niet te voorlopig hechten is, ook gewoon het vlees snijden in zijn zaak. Hoeveel jaren bent u nu al fan van Badr? Nou, ik in alle eerlijkheid, voordat hij met Estelle Kruijf ging daten, had ik nog nooit van hem gehoord. Ik ben helemaal geen fan van hem. Ik weet nauwelijks wat hij verder doet. Ik ken hem pas sinds hij in de bladen staat, eerlijk gezegd. Volgens mij heeft hij alle posters al een redelijke tijd boven uw bed hangen. Nee, hou eens op, zeg.